Dames en heren, van harte welkom bij Sport Insight. Vanmiddag aanwezig op Sportpark Kromwijk in Woerden. Bij de wedstrijd Sportlust OJC Rosmalen. OJC zal de bal in beweging gaan zetten. En het is de scheidsrechter Sturm die voor de eerste keer fluit. Heideman naar Bergfans. Bergfans dan wel naar De Weert. Ja, doelpunt! In de 12e minuut is het Remco De Weert. Die zorgt dat Sportlust op een 1-0 voorsprong komt. Anton Jolie pakt die bal van Wijkmans prima uit de lucht. Bergfans. Is het Bergfans? Komt wel tot een schot, maar ja, dat schot is niet vol overtuiging geschoten. De bal naar de buitenkant kan gooien, kan Zonneberg nog een keer voorzetten. Komt Anton Jolie uit de goal. Krijgt die bal dan voor, maar dan is het opnieuw Vogels. Zoekt diepte. Maar dat wordt eenvoudig verdedigd, wilde ik zeggen. Maar dan is het zomaar een tegendoelpunt. Dan is het duister of die slecht verdedigt daar. En OJC in staat stelt om de 1-1 aan te tekenen. Van Dijk. Bal te hoog afgedrukt in het vangnet van achter het doel van Anton Jolie. Hazard. Komt daartussen. Hazard met een schot en het gaat ook maar raken links over. Heideman. En dan is het Jansen. Lachmoetsi. En die schiet hem dan langs de goal van Vogels. Gaat nu voorbij Simons. Levert die bal in bij Hazard. En dan is het een goed schot van Lachmoetsi. Maar een dito-redding van keeper Vogels. De Weert. Naar Lachmoetsi. Goeie combinatie. Oh, en dan schuift hij hem net langs de verkeerde kant van de paal voor Sportlust. Bal helemaal naar de tweede paal. Ja, en dan wordt hij zomaar ingeschoten. En staat Sportlust in de 53ste minuut op een 2-1 achterstand. Doelpuntenmaker is Van Toren. Brengt die bal voor de goal. Is het Vogels goed uit de goal komend. Die de bal in één keer in het mandje kan krijgen. Hazard. Naar Schrever. Kan niet de juiste richting meegeven met het hoofd. Jansen. Hard voor. Ja, dat is wel de manier om die voorzetten te geven. Maar het Schrever komt precies uit. Ja, Schrever. En dan is het De Weert. Oh! En die schiet dan die bal te hoog. Richting de goal van OJC. Hazard. Lachmoetsi. Hazard. Ja hoor, doelpunt, doelpunt, doelpunt. Rug nummer 17, Redouan Hazard. Zorgt ervoor dat Sportlust in de 71ste minuut op een 2-2 tussenstand komt. Sportlust gaat twee keer wisselen met rug nummer 10, Schrever. En met rug nummer 21, Almadi. Die verlaten het veld. En voor hun in de plaats met rug nummer 22, Mo Bendadi. En met rug nummer 7, Kesley Den Haag. Dan terug naar Van Dijk. Is het Bendadi die er goed bij zit? Is het De Weert die goed ervoor kan komen? Nu moet inhouden. Lachmoetsi! Ja! De 3-2! Goed doorzetten van Mo Bendadi. Goed doorzetten van Remco De Weert. En prima afgemaakt door Soufiane Lachmoetsi. Voor en namen Den Haag die kan zomaar om Vogels heen. Ja, schuif hem er nu maar in, zou ik zeggen. Ja, dat doet hij dan niet in één keer. Maar wel Lachmoetsi. Nee, ook niet. Is het De Weert dan nog? De Weert. Is het Bendadi? Draait die bal dan te scherp in, waardoor Vogels die bal in bezit kan krijgen.
Benda, die snel genomen. Is het de Weert. Maar die wordt teruggefloten vanwege buitenspel. Jansen, weer met zo'n prima harde voorzet. En de bal in de diepte gespeeld. Is het Groothuizen. Die dan de bal bij Benda die gaat krijgen. Ja hoor, doelpunt! Is het Kesley Den Haag. Die de 4-2 in het netje schiet. En dat alles in de 89ste minuut van de officiële speeltijd. In de 89ste minuut. Nieuwe combinatie. Ah, schitterende combinatie. Tussen Den Haag, Lagmoetsi en Bendadi. Is het Groothuizen die snel de bal herovert. Jansen via Spijkers naar een corner wilde ik zeggen. Maar het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Sturm heeft gefloten. Sturm fluit voor het einde van de wedstrijd. Sportlust wint de wedstrijd met 4-2. Deze competitie zijn eerste thuisoverwinning. Het verslaat Rosmalen met 4-2. Ja, ook van onze zijde geven we dan nog maar even door dat Sportlust de wedstrijd wint met 4-2. Ik wil u nogmaals attenderen op de verkiezing speler van het seizoen. Stuur een mailtje naar info@sportinsite.tv. Dinsdagavond.